Zou u een fusie zien zitten? Absoluut. Ik zie niet in waarom dat het niet kan om bepaalde gemeenten te laten samenvloeien en tot een groter geheel te komen. Nu, met welke gemeente of welke gemeente zou u voorkeur hebben? Een specifieke voorkeur heb ik niet, maar het zou logisch zijn, denk ik, van een van de buurgemeenten te kiezen. En dan kijk ik naar het zuiden van Oosterzele en dat is dan Zottegem. Merelbeke gaat denk ik niet meer. Maar ja, wat kan er dan nog? Zottegem en alles, maar dat is denk ik niet mogelijk. Ik weet het niet. Ballegem, dat zit daar ook al in, denk ik. Dat zit daar al in. Ik ben niet voor een fusie, maar ja, wie ben ik? Ik ben maar een klein raddertje. Ja, dat is, ja. Ik weet het ook niet. Maar ze spreken overal van fusies. Dus ja, dat gaat hier ook gebeuren, denk ik. De meningen van deze twee inwoners zijn verdeeld. Binnenkort kan elke inwoner van Oosterzele zijn mening geven over een mogelijke fusie. De gemeente wil weten of de inwoners hiervoor openstaan of niet. En die bevraging zal tweeledig zijn. 1. Hebben jullie appetijt in een fusie? Ja of nee? En 2. Zo ja, met wie zouden jullie het liefst willen fusioneren? De bedoeling is om dat op een heel transparante manier te doen. We gaan die bevraging ook zo snel mogelijk lanceren. Dat zou moeten een van de komende weken rond zijn. En het resultaat van de bevraging zouden wij ook graag hebben tegen het eind van dit jaar. Wat het resultaat zal zijn, weten we uiteraard niet. We zijn ook benieuwd, maar we zullen zeker rekening houden met wat er uit de bevraging komt. Oosterzele zag in Melle een mogelijke fusiepartner, maar zij voeren intussen al gesprekken met Merelbeke. Toch geeft Oosterzele de hoop nog niet op. Het is zo, ik heb gelezen dat daar de besprekingen volop bezig zijn, maar ik vermoed ook nog niet definitief rond zijn, wat een goede zaak is. Sowieso, wij vinden vanuit het Schepencollege in Oosterzele dat we niet aan de zijkant kunnen staan wachten. En daarom stropen wij nu de mouwen op en willen wij zelf het initiatief nemen om bij de inwoners te luisteren van wat vindt u van een fusie. Sommige inwoners maken zich toch al wat zorgen en vrezen dat de kleinschaligheid zal verdwijnen als er een fusie komt. Ik ben naar hier komen wonen omdat dat hier klein was, landelijk. En ze willen het altijd maar groter en groter. En ik denk, financieel, dat speelt een grote rol. Zijn er hier veel schulden of niet veel schulden? Weet ik in feite niet, want ik woon hier nog maar 2 jaar. Maar ik vind het zo rustig hier en al. En je hebt hier iets. Het gemeentehuis bijvoorbeeld is niet ver. Met de fusie, waar moet je naartoe? Met welke gemeenten? Ja?